Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Ja, het was een hele ervaring, man. Ik had het minder spannend verwacht dan dat het uiteindelijk wel was. Ik was daar, ik had nog nooit iets op een podium gedaan. Ik was echt voor het eerst dat ik echt iets naar het publiek spitte voor een jury. En het, ik heb daarvoor niet eens gerapt eigenlijk. Het was gewoon, ik schreef altijd wel teksten, maar mijn stem was altijd echt hoog vroeger. Maar ze zeiden allemaal, ja, je bars zijn wel goed. Ging ik het spitten en dan was het echt kaka, omdat mijn stem echt hoog was toch. Maar voor de rest, het was echt spannend, dat wel. Ik ben een Punch-Out kindje, man. Want vroeger, ik was echt vaak bij die battles toch. Echt als Ching bij een van de eerste events. Ik was daar, ik had nog om jouw ping gevraagd op Twitter of zo. Ik dacht van, oh, ik heb de ping van Aiki. En voor de rest, het is zo gelopen. En ik keek altijd echt op naar die, die QC-types. EZG vond ik echt super dope. En nu ben ik zelf een van die cats, man. Ik zit nu zelf in de laatste 16 van het tweede seizoen. Het is echt, het is een beetje een, als je het zo kan zeggen, een beetje zo'n droom wat het uiteindelijk is geworden, toch? Maar ik ben nog lang niet waar ik wil zijn zelf. Ik ben nog jong en het is, ik kan uiteindelijk hiermee ook nog veel verder groeien. Dat weet ik van mezelf ook. Ja, mijn EP moeten jullie sowieso even checken. Hij staat op Spotify, op Deezer. Op iTunes kan je hem kopen als je me echt support. Maar blijf die shit streamen. Binnenkomst, Noozy Binnenkomst. Abonneer ook op mijn YouTube kanaal, Noozy278. Ik ga daar mijn clips uploaden. Ik vlog daar een PC. Ik ga Q&A's opnemen en zo. Dus voor angles kan je daar ook even checken. Als je wil. Maar maakt mij niet uit, man. Ga daar subscriben, ga het delen. En voor de rest wil ik jullie bedanken voor alle support, man. Thanks. De eerste battle dat ik echt had gechoked was tegen Popjorn. Maar dat kwam omdat hij echt met fucked up shit kwam. Hij kwam opeens in die... ik was gewoon cool met die jongen. En toen opeens hij kwam naar de battles met foto's van mijn oma. Ik weet niet, hij verscheurde dat. En mijn mind was echt van, what the fuck, zeg hij dat? Deze choppy. Het was echt gewoon, als je hem ziet, het is de grootste sukkel die je ooit hebt gezien natuurlijk. Maar uiteindelijk is het van, hij zegt dat wel echt tegen je. Denk, wat moet je doen? Kijk, als iemand zeg maar op straat dat tegen mij had gedaan, kill, niet eens praten. Dat snap je zelf ook wel. Maar er staan camera's op je. Je zit alleen te focussen van, hou je rustig, doe niks. Hou je rustig. En toen kwam mijn ronde opeens. En ik dacht van, fuck, wat had ik eigenlijk op hem? En dat was zeg maar de shit van, fucked up. En toen ging ik choken. Maar ik had ook gehoord, hij zei van tevoren van, ik ga Noozy laten choken. Ik heb een tactiek en het is hem wel gelukt. Big up voor hem, voor dat. Maar voor de rest heb ik ook niks met hem. En het is nu alweer een jaar geleden. En vaak word ik ook op straat aangesproken van, waarom heb je niet geklapt, dit, dat. Ik zeg, het is logisch. Maar uiteindelijk, kijk, hij heeft nu veel haat op zich. Veel mensen haten hem. En ik denk dat het dan de beste karma is die hij kan hebben. En uiteindelijk sta ik nu hier en daarvoor had ik een stamppotje tegen mijn eerste battle, maar dat was ook echt voor het eerst zeg maar op het echte podium zeg maar. Dat was gewoon een foutje, maar de tweede keer tegen Mitch, ik weet niet man. Het zat er gewoon even in van hoe kan dat? En ik zeg die dag daarvoor, ik had slecht geslapen, ik was daarvoor uit geweest en dat was echt gewoon die mentaliteit die ik daar toch niet had, die discipline. En voorbereiding was op zich niet anders dan dat ik daarvoor deed. Maar als je uiteindelijk daar staat echt met hoofdpijn en je vergeet één woord. Want ik begon die battle met een rebuttal toch. Ik begon het met een freestyle. Die sloeg echt aan, heel het publiek ging helemaal los. En toen dacht ik van, oh dit. En toen dacht ik van, what the fuck had ik voor de rest nou? En dat was echt van, ik weet het echt niet meer. En toen mijn hoofd die bonkte en ik dacht van, no, dit gaat echt niet meer lukken. En dat was, die wanvertoning zeg maar op YouTube. Maar buiten dat, ik kreeg alleen maar zeg maar berichten van als je niet choked ben je zo hard. Maar uiteindelijk, ik was dat zat, ik wilde dat niet meer horen. Dus ik denk van fuck it, ik ga het nu gewoon recht zetten. Tegen Zafko had ik niet gechoked en daarna tegen Ramsey ook. En toen beseften mensen wel echt van hij kan wel wat. Ja, wat ik de afgelopen twee battles heb gedaan toch. Gewoon niet meer uitgaan daarvoor, gewoon echt goed voorbereiden. En dat vooral man. Mijn achtergrond, ik kom Spijkenisse. Het is niet dat ik uit het ghetto kom van Spijk of zo, dat is het niet. Want Spijk is heel erg onderverdeeld, vind ik. Kijk, als je echt zeg maar, naar de Akkers, naar Kreek gaat en zo, dat is heel anders dan een Landgoed of een Schenkel of zo, of een Maaswijk. Zelf kom ik uit Maaswijk. Het is, ik ben wel vroeger wel een paar keer te vinden in Waterland, was ik daar wel gewoon aan het chillen. Maar ik was niet echt op tories of zo, weet je wel. Ik was gewoon een normale jongen. Veel voetballen, vroeger heel hoog gevoetbald. En dat is het vooral. Voor de rest, nu
buiten battles rap ik zelf ook. Ik ben bezig, ik heb mijn EP net uitgebracht trouwens, moet je even checken. Spotify, Noozy, Binnenkomst, moet je wel even checken. En ja man, daar ben ik mee bezig vooral. Samen met een vaste producer, Mivadi is een hele goede producer, jong, 17 jaar. En ja, is ook uit de wijk man. En voor de rest, ja, gewoon wat een normaal mens doet. Niet echt heel bijzonder, ik leef geen famous life of zo, dat niet. Ben gek. Nee man, altijd Spike, ik heb bij Feyenoord gepleit ook nog. En ja, Spike altijd wel in de hoogste teams, soms tweede team door blessures en zo. Maar ja man, ze zeiden altijd van ja, talent, profvoetballer wordt hij en zo. Maar het is uiteindelijk met veel blessures en ook wel, ja, uiteindelijk omgang, geen zin meer hebben. En denk van ja, het is wel zonde. Maar ja, het was wel leuk om leuk te zien. Ik zie ook van boys die nu gewoon al zijn, daar heb ik ook gewoon mee gevoetbald toch. Gewoon met, tegen Bergwijn heb ik gespeeld en gewoon al dat soort gasten. En het is wel lachen om die boys nu te zien. Ze herkennen mij waarschijnlijk niet meer, want het is echt ching toch. Maar ja, dat is wel leuk. Ja man, dit wordt echt, die wordt lastig. Maar ja, ik moet echt een tactiek hebben. Ik heb nog niks geschreven of zo, maar hij is pas over anderhalve maand als het goed is, die battle. Dus goed voorbereiden, hier kan ik echt niet, hier kan ik niet stampen. Ik kan geen stampen voorloven. Dus ja man, ik moet echt een tactiek hebben om die man aan te pakken, want hij is, ja, ik kan gewoon eerlijk zeggen dat hij gewoon echt goed is. Het is. Persoonlijk was hij een van mijn favorieten die het toernooi ging winnen. En ja, ik ben dan degene die hij moet tegenhouden daarvoor man. Daar ben ik wel ready voor. Ik wil dat, sta ik wel voor open om dat te doen. Bij Poncho, het is de sterkste. Ik vond die tegen Kama echt heel erg ziek. Ik vond hem tegen Chris Matt niet zo goed eerlijk gezegd. Het was heel die battle, hij was echt hyped. Zeg maar iedereen, die, zeg maar de mensen kwamen voor die battle. En het was echt een letdown vond ik man. Maar tegen Kama vond ik hem echt hard. Gewoon hoe die begon, vond ik het echt ziek. Gewoon met die Lexus vergelijking, die weet ik nog. Die vond ik hard. En ja, die eerste tegen Krop was ook ziek. En tegen Jeeves, ja ook wel. Maar dat was beide kanten fire. Ik vond het niet echt dat hij duidelijk had gewonnen. Hij had wel gewonnen, maar ja. Maar echt tegen Kama vond ik hem echt ziek man. Ik weet niet man, ontkrachten denk ik. Ik weet het echt niet. Ik heb nog niks geschreven, ik heb wel een aantal angles die ik al in mijn achterhoofd heb. Maar het is niet echt dat ik nu al een tactiek. Het komt meestal zeg maar vanzelf bij mijn battles. Ik schrijf iets, dan heb ik iets in mijn gedachten en uiteindelijk komt dat wat ik in gedachten heb, komt er uiteindelijk niet eens uit. Dan is het uiteindelijk gewoon iets heel anders. En dat pakt uiteindelijk dan wel goed uit bij die battle. Dus ik zie wel met de loop der tijd dat ik aan het schrijven ben hoe dat uitpakt. Ja, ik ben opeens een publiekslieveling geworden. Het is wel vreemd. Het is, ik kan niet eens normaal uitgaan. Het zeg, als ik naar Thalia ga, ik zeg, hey, fuck aan, hoe zie dit dat? Ik denk, hè? Is het zo erg? Ja, daarom. En ja, het is wel ziek, man. Het is wel, ik word veel herkend. Je bent echt hard, dit dat. Het is wel echt lauw om te zien, man. Ook in die comments en zo. Het is wel leuk om mee te maken, man. Want ik besef het zelf nog niet. Ik kijk zelf ook gewoon nog naar de league alsof ik zeg maar een fan ben van de league toch. En uiteindelijk ben ik zeg maar zelf een van die guys. En het is nog wennen toch. Maar uiteindelijk ja, moet het wel gaan wennen als je echt verder wil gaan, die stappen wil maken. Ik denk, ja man, om te winnen. Wie kans hebben zijn om te winnen? Ik zei Cooper, maar hij is nu gestopt. Omdat hij kon het eerste event niet. Ik vind het echt zonde. Ik vind hem echt een van de doopste. Zeker die laatste battle tegen Giant. Ik vond dat gewoon next level was. Hij was zo hard. Ja, Stef natuurlijk. Hij heeft al heel lang niet meer gebattled, dus ik weet niet wat je van hem kan verwachten. Maar ja, als hij gewoon komt als hoe hij altijd komt, is hij natuurlijk ook gewoon een favoriet. Kan je niet omheen. En ja, Keus zoals ik al zei. Maar ja, als ik hem weet uit te schakelen, dan ikzelf dan. Dan ben ik wel ready voor iedereen. Ja, bereid je goed voor en we laten een... Laten we er een mooie battle van maken, man, bro. Ik hoop het. Je was er vandaag niet bij. Ik weet niet waarom. Je moest werken of zo. Terwijl ik hoor dat je in de uitkering zit, maar opeens moet je werken. Dus ja, hè? Wat is het nou? Dus het wordt lauw. Bereid je goed voor. Ik ga me goed voorbereiden en we maken er een lauwe battle van, man. Yes. Op 25 juni is het Punch Out Battles event. Wordt echt, ik denk, een van de ziekste events die ze in het tweede seizoen hebben gehad. Dus het is de laatste 16, dus de beste 16 van de league die moeten battelen. Dus het belooft echt dope battles, dat moet wel. Ik moet tegen Keus, Toontje tegen Stef. Er zijn echt fire-ass battles, dus je moet sowieso komen. Het is het echt waard. Live is het echt 1000 keer zo lauw dan als je op YouTube kijkt. Ik weet het zelf als league MC en als kleine jongen die in het publiek stond.
Dus ja man, kom er live bij zijn. Het is echt dope. Die ervaring, die energie die je daar krijgt. Zeker als er lauwe battles zijn. Want nu zijn die kaka battles die zijn een beetje weg. Want nu zijn alleen maar fire battles. Dus kom het kijken, 25 juni. En ja man, koop je kaartje.